aanvoerder Willem Jansen voorop bij Utrecht. Achter en een van de vele wijzigingen bij Utrecht. Zou ik kunnen zeggen ten opzichte van de ideale elf. Hij is er wel bij, ja, de smaakmaker van Vitesse vaak besproken. Maar wat is Gustafsson steeds belangrijker geworden voor Utrecht. Mocht hij trouwens behoefte hebben aan rode of witte confetti-snippers, dan zijn die hier denk ik hier voorlopig af te halen. Want op dit moment valt er aardig wat. Alleen al op mijn commentaardesk. Het is altijd gezellig hier, mooie sfeer gemaakt. We hebben echt wel behoorlijk wat lege stadions gezien in die voetbal voor Europees voetbal play-offs. Maar vandaag is de Galgenwaard prima gevuld. Met de Marsman in het doel, de vertrouwde achterhoede dat dan wel, maar geen Bazoer, geen Van Overeem, betekent Guttler en Strieder op het middenveld. Van de Streek is daar wel terug. Dessers en Kerk zijn de spitsen en wat we verwachten, een soort 4-4-2. Daar waren natuurlijk ook 4-3-3 is gespeeld in de vorige wedstrijd. Geen wijzigingen bij Vitesse, niet in de personele bezetting en ook normaal gesproken niet in de formatie. De best of the rest, dat zijn ze zeker. De nummers 5 en 6 van de Eredivisie in punten gelijk. Alleen een doelsaldo gescheiden en nu over tweede wels gaan zij uitknokken wie er met Ajax, PSV, Feyenoord en AZ Europa in mag. Ja, ook hij bezig natuurlijk aan zijn laatste wedstrijden als trainer van FC Utrecht. Dirk Advocaat, die duikt wel weer ergens op. Daar gaat de bal naar Kerk, randje buitenspel. Krijgt hem op zijn hak, het schot is wild, hard, hoog. En mist de juiste richting. Daar een van de vele afwezigen. Letschert, Jensen, Letschert, Van Overeem, Bazoer en Bagenbeck. Utrecht mist nogal wat in de beslissende fase van het seizoen. Kerk, hij heeft nog net aan de bal. Gustafsson naar Cavori. Strieder. Kleiber. Dat is een lekkere bal hoor. Ja. Terecht de duim omhoog van Dessers. De bal draait net niet genoeg richting de spits. Het is tussendoor goed gegeven. Kerk uit de rug van Büttner. De voorzet is goed. Het doelpunt is niet daar van Dessers. Levert nog een corner op. Maar dat is dan een gelukje voor de spits. Want die schiet de bal volgens mij zelf al een paar meter naast. Dit is een hele lekkere bal. Het is geen buitenspel. Hij laat zich heel goed zakken om helemaal vrij te komen. Maar raakt hem dan volledig verkeerd. Dit mag door. Linzen wil een vrije trap voor Büttner. Kerk, dat is weer een goede voorzet. En nu zit hij er wel in. Hij scoort van de streek. Bij Vitesse zijn ze boos. En is het de vraag dus nog of er een overtreding is gemaakt door Utrecht in aanloop naar deze treffer. Bij Vitesse vinden ze heel duidelijk van wel. Hier het moment. Hij wordt geraakt door Guttler. Het manschot vindt het niks en dit lijkt me niet een overduidelijke fout waardoor je moet zeggen dat doelpunt moet je alsnog af gaan keuren. Het is wel heel goed ingekomen natuurlijk. Fantastische voorzet van Kerk. Hij legt hem echt perfect neer. En met de kopbal is ook niks mis van Sander van de Streek. Neudegaard. Knap gedaan. Serrero. Voorkant naar Büttner. Hij heeft er vier van Vitesse voor het doel. Daar is Lins onder andere. Gevangen Eudegaard. Karavajev komt. Eudegaard zelf kan niet. Serrero, Eudegaard. Weinig ruimte voor een schot. Dan Büttner maar weer. En daar is de kopbal van Matas. Het dreigende moment van Vitesse. Uiteraard via de spits.
Schot van richting veranderd. Oh, en daardoor lastig voor Pasveer. Poging van Strieder. Goeie bal dit. Dauda. Linssen. Schot van Linssen leverde nog wel een corner op, omdat hij werd aangeraakt. Die paas op Dauda was heel goed. Daarmee werden 3-4 spelers van Utrecht eigenlijk in één keer uitgespeeld. En daar valt hij erin. Wie raakt hem als laatste? Want er zijn er een heleboel die juichen. Dauda zit daar in ieder geval bij. Matas liep er maar bijna nog in. Putner zat erbij. Wie hem als laatste raakt is onduidelijk. Maar Vitesse heeft het uitdoelpunt te pakken. En het is 1-1. Maar weer eens een goede corner. Groot wapen natuurlijk. Dan is daar Dauda. Die hem kopt. En dan via de knie van Matas inderdaad erin. Dan krijgt hij het doelpunt op zijn naam. Ja, dat is een kwaliteit als spits. Van op de goede plek staan. Kluiver. Nu wel eens hard, maar wel goed. Ja. Duikt toch net iets te hard, denk ik, voor Van der Streek. Buitner naar Karavaev. Althans, dat is het idee. Ja, die bereikt hij ook. Van der Streek. Gustafsson. Bal naar Kerk, geen buitenspel. Hoe is de controle? Die is goed. Het afmaken kan alsnog. Hoek lastig. Paal. En geen rebound. Absoluut geen buitenspel. Hele mooie bal van Gustafsson. Dan is de controle goed. Redt pas weer half, maar dat is voldoende. En dan is daarna de valpartij van Putner. Het meest pijnlijk. Daar is de tussenkomst van Putner natuurlijk wel belangrijk. Werk uit ertussen, schat die bal goed in. Volgens een lichaamsschijnbeweging. Putner is maar weer eens mee. Het schot, gepakt door Marsman. Gavori. Uitstekende controle. Gustafsson ziet Kluiber gaan. Kluiber ineens, ja. En, het was niet heel gelukkig geraakt door Putner, maar het pakt wel goed uit voor Vitesse. Kuttler, Kluiber, Kerk, Kluiber ligt, geraakt in het gezicht. Kerk kan door en heeft twee ploeggenoten voor het doel. Dessers laat lopen en hij gaat er niet in. Kans voor Van der Streek is daar, maar die raakt de bal niet helemaal goed. Kluiber nog met de blik richting Manschot, omdat hij claimt dat hij bewust in het gezicht werd geraakt. Maar dat is wel met een toch behoorlijke kans voor Van der Streek. Balletje binnendoor op Kluiber is goed. Daar is Kluiber weer. Ja, wat is dit goed. Maar buitenspel. Vlag omhoog voor Dessers. Die zelf zegt van niet. Nou goed, het kan altijd nog worden goedgekeurd. Uiteraard wordt er naar gekeken. De assistent denkt aan buitenspel. Was Kluiber wel weer. Absoluut uitblinken vandaag. Mooi balletje van Kuttler. Staat hij achter de bal of niet? Want hij staat wel... Ik denk moeilijk een beetje vanuit dit perspectief... Die deze treffer goed kan keuren. Nee, dat lijkt me inderdaad. Nee, 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 zegt hij. Maar dat is toch echt ja. Buitenspel voor Dessers. Goed gezien door de assistent. Van der Streek. Schot van der Streek is hard en Pasveer heeft hem. En stormen de Dessers nog daar. Ene spits eruit, dan komt die andere. Buitink, die een stormachtige entree kende met de drie doelpunten tegen ADO. En daarna
een echte spits bleek. Want vaak ook op de goede plek stond, prima doelpunten maakte. Maar Buettner blijft liggen, is daar de kans voor Ødegaard. Dauda. Ødegaard, gestuit. Jansen chipt hem dan richting Van de Streek. Buettner ligt nog. Serrero grijpt naar zijn hamstring. Serrero heeft last van zijn hamstring. Buettner ligt op het gras. Waarom trapt Vitesse die bal niet over de zijlijn? Ja, dat doet voor nu. Nou, hebben ze niet heel veel opties meer qua wisselen bij Vitesse. Maar een logische vervanger voor Buettner is er wel, Clark. Als het zo doorgaat is het echt de vraag. Wie heeft er straks in het Gelderdoom nog 11 fitte spelers om op te stellen? Laat staan na pak een beetje 85 minuten in die wedstrijd. Wie kan er dan überhaupt nog wat? Want het is een uitputtingsslag geweest. Het seizoen van Vitesse lang. Met veel blessures. Waardoor de selectie relatief klein was. Utrecht mist vandaag natuurlijk een waslijst aan basisspelers en potentiële basisspelers. En dus is dit de fase van het seizoen waar het erom gaat. Waarbij de prijs Europees voetbal moet worden gehaald. Maar waarbij de beschikbare spelers één voor één af lijken te vallen. Gustafsson de gal gewaard. Meer dan 18.000 mensen gaan staan voor FC Utrecht. Laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Wat wordt de uitgangspositie? Wordt de return in het Gelderdoom? Kleiber. Oh, Clark valt op. Ja, dan kan Kleiber door. Kleiber en de redding moeizaam van Pasveer. Zoveel gevaar via die rechtsback gekomen. Dan draait de bal goed en is de kop al over. Wel een nieuwe hoekschop, Jansen. Ah, zo vaak al gescoord thuis tegen Vitesse. En er nu dichtbij. Weer Cavouri. Bal de andere kant op gekopt. Gustafsson schiet en die valt net naast. Dat scheelt niet zoveel. Mooi uit de lucht gepakt. Alle lange mannen voor het doel. Ver genoeg gegooid en gekocht ook. Maar Jansen recht op Pasveer. Zo eindigt het in 1-1. En er vallen er een paar om, want er zitten er heel veel doorheen. Zowel bij Utrecht als Vitesse. Een uitputtingsslag is het, zo in de slotfase van het seizoen. En het wordt nog wat straks in het Gelderdoom.